nieuwe video van Kokit. Vandaag zijn wij Kokit Reporters en dit is Lexi. En ik ben Destiny. We zijn vandaag in Dordrecht en we zijn bij het Sportboulevard. Gaan jullie mee? Waar zijn deze balken voor? Dat is voor het evenwicht te bewaren. Dus mensen kunnen daar dan ook mee. En daar doen ze dan oefeningen op. En dan is het belangrijk om het evenwicht te houden. Om zo snel mogelijk te gaan. Sommigen doen het op één been. Sommigen doen het op twee benen heen. Nu zijn we dus in de gymzaal en... ze doen hier dus basketballen. Ze krijgen ook een bokswedstrijd hier. Het is ook heel groot. Er zitten ook tribunes. En die doeken die je daarboven ziet, die kunnen naar beneden en dan kan je het in drieën splitsen. En dan heb je gewoon een. Dan heb je drie gymzalen. En nu bij het zwembad. Hier kun je lekker zwemmen als je vrij bent. En je kan je ook kinderfeestjes geven. Nou, daar zit een zwembad waar ze nu les aan te geven. En daar zit ook een zwembad en daar doen ze waterpolo. En dat is eigenlijk een wedstrijdbad. Dus we mogen daar nu niet heen, want er komen allemaal kinderen in beeld. Kijk, hier zo kan je ook van de nijlpaarden. We hebben echt ontzettende honger, dus we gaan eerst nog even een hapje eten. Nu bij de ijsbaan. Ja, ijsbaan. Hier zijn ze aan het ijshockeyen. Je hoort dat geluid en ja, dat is heel hard als je hier staat. En daar schrik je ook best wel van. Steeds schrikken we ervan en daarom moeten we ook heel soms lachen. Ja. Dan doe je staats en dan ga je op één been zo draaien. Zo. Kijk. En daar, hier. Kijk, jij denkt dat het hier bent. En hier. Die gaat helemaal zo rond om en dit is een hele grote straatbaan, dus daar kan je heel hard zo rondjes mee. Dat lijkt me heel cool om te doen, maar nu ligt er gewoon beton, dus we kunnen er niet op. Ja, ik vind het echt eng om hier op te staan.
al die machines zo. Alleen ze maken heel erg veel geluid. Zeker nog een keer terug om te zwemmen, schaatsen en nog een paar dingen. Jullie ook? Zou heel leuk zijn. Tot de volgende keer. Doei doei! Doei.